Even een kleine waarschuwing vooraf voor ik verder ga. Dit is geen theatervoorstelling. Het is helaas niet goed aangekondigd, maar dit is een theatrale lezing. En voor mijn gemoedsrust zou ik het heel prettig vinden als jullie even zouden zeggen, dit is geen theatervoorstelling. 1, 2, 3. Dat is verwarrend, dat is verwarrend. 10 seconden concentratie. Welkom bij Portretten in Theatermakers. We zitten in de tekenzaal van het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht. En we praten met Henry van Zanten. De totaalkunstenaar Henry van Zanten. Niet alleen theatermaker, maar ook muzikus en beeldend kunstenaar, dichter. Wat is overigens van jou wat je ziet als je belangrijkste kunstdiscipline? Voel je jezelf meer beeldend kunstenaar of theatermaker? Nee, ik bedrijf ze allemaal. Ze zijn voor mij in principe even belangrijk allemaal. En ook geïntegreerd? En geïntegreerd. En het loopt behoorlijk door elkaar heen van tijd tot tijd. Ja. Voor zover ik kan overzien, je hebt heel veel gedaan de afgelopen 12 jaar. Was een van de eerste acties het Kroegtheater met Jan-Willem... Jan-Willem? Erik Waard-Gerings. En de roemruchte serie Kort en Goed. Wat was de inzet van dat Kroegtheater? Nou, dat is een grappig verhaal. Het Kroegtheater is op een gegeven moment beroemd en berucht geworden op grond van een serie Kort en Goed. Ja. Bedacht door de producent, de heer Okkersen. Ja. Om een festivaltent te vullen op de zondagmiddagen. Die stond dan leeg. En die vroeg mij of ik daar aan mee wilde doen. En toen heb ik als eerste de Hamlet gedaan. Ja. En daarna De Blauwe Vogel. Van? Maeterlinck. Oh. En toen de bewerking van Wie is er bang voor Virginia Woolf. Oh. Door mij genoemd Wie is er bang van George en Martha. Oh. Waarbij het stuk dan werd gespeeld op de voorbank van een auto en daar konden mensen achterin zitten. Ja, die laatste blijf je nog steeds spelen dat na is, 12 dat jaar. Dat is een evergreen. Ook de Hamlet is nog steeds in voorraad. Ja. En daarna is Erik Ward begonnen met de serie voor te zetten en die heeft dus een heleboel bewerkingen gemaakt. Ja. En om de een of andere reden, het is natuurlijk nog voor het, aan het begin van het clip gebeuren, heeft het erg tot de verbeelding gesproken. Maar het heeft ons altijd verwonderd, die reputatie, want er kwamen nooit zoveel mensen kijken naar onze voorstelling. Nee. En we kwamen dus achteraf heel veel mensen die erg enthousiast over ons waren, die ons toen nooit niet gezien hebben en eigenlijk ook niet zagen zitten. Dus hoe dat zit, weet ik niet. Het is nog steeds, Kroegtheater is nog steeds een begrip. En uiteraard terecht natuurlijk. Maar...
Waar ze het vandaan hebben, dat weten we dan. Maar heeft misschien te maken met het feit dat jij en Erik Ward dan in de theaterwereld toch in zekere zin een naam gemaakt hebben. Ja, en dat mensen blijkt... napraten natuurlijk. Want het, ja, de theater, nou ja, en sociale... wellicht ook de gedachte dat het doen van klassiekers kort en goed in 10 minuten, dat een originele en brutale gedachte is. Ja. Het is jammer dat Blokkenstein het niet even heeft aangehaald, maar goed. Ja. Was dat de inzet van het Kort Theater? Nee. De klassiekers kort en goed? Het was in het derde seizoen of zo dat het gebeurde. Maar wat zou je zien als het artistiek statement van die groep destijds? Laten we zeggen professioneel dilettantisme, zoals de schilder Marcus Lippes het noemt. Ah. Dus allemaal ongeschoolde theatermensen die dus gewoon vanuit de praktijk en met geen enkel respect voor welke theaterwet dan ook, omdat je die gewoon ieder moment zelf verzint voor elk stuk. En artistiek statement was ook wel iedere dag, of iedere keer als je het podium ging, flink blowen. En zijn de eerste 5 jaar van ons bestaan hebben we altijd alleen onder invloed gespeeld. Ja. En l'improvise voorstellingen, improvisatievoorstellingen, ja. Voorstellingen die eigenlijk niet gerepeteerd waren. Ja, dus als je zegt, nou, waar kwam het op neer, was het inderdaad bij de meeste producties heel weinig repeteren. Ja. En eigenlijk een soort paniektheater plegen. Dus je zet jezelf gewoon voor een voldongen feit. Dan en dan moet het gebeuren. Dus je bereidt wel wat voor, maar op het moment zelf dan moet het gebeuren. Ja. En dat is ook herhaalde malen gebeurd. We hebben een keer met Jan de Korte gewerkt. En we hadden eerst een cast van 8 mensen. Ja. En een week voor de première kwam hij kijken. En toen zei hij, wie van jullie heeft nou met plezier gespeeld? Dat waren er 3, hè? Dat kan ik zien. En toen brachten we naar Brussel terug met de auto. Toen zei hij, nou, jullie 3 moeten het stuk gewoon spelen en de rest eruit. Dus in een week hebben we een nieuwe bewerking gemaakt en gespeeld. Dus weer chaos, paniek, anarchie. Gewoon... Maar dat betekent dat je in het algemeen niet fijn voelt op het podium. Misschien. Dat is heerlijk, paniek. Iets staan staat te doen wat je niet hebt voorbereid. Nee, juist niet. Het wil zeggen dat je dus op het podium existeert en niet een van tevoren gerepeteerde werkelijkheid, voor zover je dat dan zo mag heten. Staat te reproduceren. Ja. Dus het is uiterst spannend. En daarmee aangeven dat het stuk authentiek is hier en nu, bedoel je? Ja. Dus ook eigenlijk meer performance, zullen we zeggen, dan echt toneel. Ja. Teksten waren wel aanwezig, of niet? Ja, zowel Erik Ward als ik zijn nogal vooral vanuit tekst theater gaan maken. Ik kan mij herinneren wat toen destijds een van de toch wel interessante performances was in het Meisje Theater eind jaren 80. Dat je in I Never Understood Hamlet een muur liet bouwen door... Meisje Theater is toch een pleonasme of weet je, een tautologie? Nou, theater in de marge. Oh nee, een theater is toch maar een succeshal? Ja, maar, goed, ja, maar het zou misschien niet moeten zijn, maar je hebt marge, hè? Of. Dat je een muur liet bouwen door twee metselaars, als professionele metselaars, en daarachter, of daartussen, die tekst deed. Vreemd was eigenlijk dat dat bouwen van die muur in dezelfde tijd gebeurde als de val van de muur in Berlijn, 89. Mm-hmm. Was dat van tevoren trouwens opengezet? Nee, dat was toeval. Toeval. Het is meer ontleend aan wat Müller in de Hamlet-machine zelf zegt. Hè. De Hamlet-vertolker zegt dan, Denemarken is een gevangenis, tussen ons groeit een muur. Hij zegt. Want de manier waarop jij het uitwerkte was tussen de acteur en het publiek. Ja, wat ik interessant vond is dat ik gebruik ook een videobeam in het stuk en op een gegeven moment kon ik alleen nog maar via die videobeam met het publiek communiceren. Ja. Dus wat ik interessant vond was het verschuiven van realiteit, van iemand die daar is en monologen houdt naar het publiek, die dan verdwijnt en uiteindelijk alleen via het videomedium tot hun kan spreken. Ja, dat hele performance karakter speelt, voor zover ik kan overzien, een belangrijke rol in jouw werk. Hè? Dat klopt. Ja. Dingen, zou ik maar zeggen, die meer uit de werkelijkheid komen. Ik kan me herinneren, een voorstelling hier in de Warmoestraat, die midden in de nacht om 4 uur begon. De Zeevader van Pessoa. Ja, wat destijds natuurlijk een enorm probleem was, was de enorme uitputtingsslag die je eiste feitelijk van je publiek.
Ja, weet je waarom... Kijk, voor mij is theater... Als ik een stuk maak, dan wil ik via een situatie... Ja. En de tekst die daarin gezegd wordt... Ja. Iets duidelijk maken. Dus wat situatie is in het stuk en concreter maken... Maak ik dan ook liefst zo concreet mogelijk. Mm. Dus De Zeevaarder van Pessoa is een stuk... Drie dames die waken bij een dode. Een uur voor zonsopgang. Dus dat was toen 4 uur 's ochtends. Dan zat je een uur voor zonsopgang. En ja. Ook het moment van uitputting en van die nacht... komt overeen met wat er gebeurt in het stuk, zal ik maar zeggen. Ja. Dus als ik het s'avonds om 8:30 in theater zou doen... dan zou ik dus iets suggereren wat ik ook concreet kan maken. Ja. Dus maak ik het liever concreet. Ja. En daarmee de fictie theater doorbrekend... door een werkelijk statement te maken. Ja, ik vind wat je niet, waar je niet... Of een werkelijke verwijzen. Ervaring, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Dus meer dat je een ervaring, een situatie creëert... waarin je een gezamenlijke ervaring hebt... zowel als speler als toeschouwer. Hmm. In plaats van hier een leuk beeld te maken... waar iemand naar kijkt, als naar een film of een televisie... en dan weet dat dat moet verwijzen naar een realiteit... die dan eventueel ergens gewoon moet plaatsvinden. Die Hamlet is, daar heb je 6 versies van gemaakt, je maakt nu weer een nieuwe, dat is dus een doorlopende lijn in jouw werk eigenlijk. Wat fascineert je zo in de Hamlet, juist de Hamlet? Waarom de Hamlet machine dan met name. Hè? Ja. Oh, de tekst. Dus van de tekst, ja. Ja. Wat ik daar... toen ik met theater begon, toen dacht ik, dat heb ik ook in mijn boek geschreven, dat eigenlijk een keuze is, je kunt of kunstenaar worden of terrorist. Mm-hmm. En dat is iets wat mij ook weer nu steeds meer mee bezig houdt, ook omdat ik denk van als onaangepast individu en ook bewust professioneel onaangepast individu heb je de keuze de maatschappij te confronteren met kunst. Nou, je weet dat niets uithaalt. Ik bedoel, maar oké, dat kun je dan doen voor je eigen gemoedsrust. Of je kunt gewoon concreet actie ondernemen. Politieke actie bedoel je dan? Politiek heeft geen zin, dat is gewoon, dan kom je in... Maar terrorist, hoe vat je het begrip terrorist? Nou, laat het ook gewoon schieten, opblazen, intimideren, noem maar op. Ja. Maar dat heeft geen zin, want het is alleen maar een dialoog aangaan met mensen waar je toch niet mee te praten valt. Ja. En, ook iets, je schrijft in je boek ook ergens de Cat Acts. Ja. Wat betekent contemporary... Nee, contemporary. Arts. Dus het is een verstandig van contemporary en contempt. Minachting voor het hedendaagse. Arts is de terrorism. Terrorism act. Ja. Waarin je op jezelf op een, in mijn ogen, intelligente manier aangeeft dat geweldvol verzet, feitelijk alleen maar nieuw verzet, staatsverzet oproept. Met andere woorden, de terreur, de staatsterreur eet van zijn eigen verzet. Ja, nee, precies. Dus het is gewoon koor op de molen, uiteindelijk. Ja. Als je dat zou plegen. Maar in je geest heb je natuurlijk die behoefte om dingen die in de weg zitten, om die op te blazen. He? Zoals je ook ideeën die in de weg zitten op moet blazen door ze weg te denken. Ja. Heb jij zo'n destructieve neiging, of niet? Het is niet destructief. Een aantal dingen zijn destructieve. Over die vlag hebben, want je hebt met die Contemporary Art Terrorism Acts, dat gaat over het project De Geopereerde Vlaggen. Ja. En de meest gewelddadige ervan is het maken van de Amerikaanse vlag. Ja.
Dat is een stok, daar hangt een blauwe lap aan. Ja. En daar hangt een wit verband aan, gaasverband. Ja. En dan schiet ik met een pistool, ja, met de losse vlodder, schiet ik daar die 50 sterren in. Ja. En vervolgens neem ik verband en daar doe ik filmbloed op en die hang ik ertussen. Ja. Uiteindelijk heb ik dus die Amerikaanse vlag. Ja. Wat ik daar doe is mijn visie geven van hoe Amerika is qua mentaliteit. Ja. Namelijk gewoon uitermate gewelddadig. Dat is hun cultuur. Ja. Dat is hun propaganda. Die actie werd destijds. Zelfverheerlijking ook. Dat maar die actie werd destijds gepleegd aan de hand van een, althans wat ik me kan herinneren, dat je dat deed in de lobby van de Bali. Mm-hmm. Aan de hand van een vrij concrete oorlogsdaad, namelijk de Golfoorlog. Ja. Dat klopt toch, of niet? Ja. Ja. Maar voor jou stond die actie voor breder dan alleen het militaire ingrijpen van de Amerikanen. Ik had die actie al eerder gepleegd voor die oorlog was. Dus het was gewoon een herhaling. Ja, goed, Amerika verandert niet, dus het wordt altijd wel. Dus in feite is het een kritiek op de gewelddadigheid van de Amerikaanse samenleving als geheel. Ja, ja zeker. Het is gewoon laten zien dat het uiteindelijk gewoon cowboys zijn. Dus, ja. En dat we ook wel zullen blijven, ook, denk ik. We hadden het nog even over dat moment van destructie of ironie. Ironie als een mogelijkheid tot, laten we zeggen, niet de dingen op een vernietigende manier zien, maar op een verwonderende manier zien. Dat is op een andere manier kijken natuurlijk. Als je concreet verzet pleegt, als je geweld gebruikt, dan neem je dus de structuur die er is heel erg serieus. Ja. Dan maak je die wereld ook heel concreet. Ja. Dan zeg je, de verdrukking is concreet, dus daar moet je iets concreets tegenover stellen. Ja. Met ironie ga je veel filosofischer te werk. Dan ga je zeggen, het is eigenlijk relatief. Ik wil me wel zo voorhouden, maar als je er zo over nadenkt, is het zo. Ja. Maar ik heb het gevoel dat jij je toch met name tot de eerste vorm aangetrokken voelt als kunstuiting. Met eerste vorm bedoel je ironie? Nee, bedoel ik vernietiging, symbolische vernietiging. Ja. Het kapotschieten van de Amerikaanse vlag of het maken van de Amerikaanse vlag zoals jij het laat zien. Ja, maar dat is laten zien dat achter dat symbool, want het Amerikaanse volk is natuurlijk het meest achterlijke volk ter wereld. Dat is duidelijk. Het zijn, stel dat je zombo's noem ik ze, dat is een combinatie van zombie en dombo. Ja. En, maar ze zijn ook het meest trots, want al die lui, die vlag is hun heilig. Ja. Dus ik vind Amerika echt een land waarbij je dus het beste van het nationaal socialisme, van het fascisme en het beste van het socialisme bij elkaar ziet. Namelijk indoctrinatie en propaganda. Hmm. En dus de slaven trots laten zijn op hun slavendom. Hmm. En dat zie je ook in die vlag. Die vlag die dus daar staat voor het geweten van de wereld en voor vrijheid en een land waar iedereen een miljonair kan worden. Zijn al die dingen. Dus wat ik met die vlag doe is eigenlijk gewoon concreet maken van de realiteit die achter die vlag zit. Dus dat is niet zozeer destructie, maar meer een zichtbaar maken. Nee, jij ziet Amerika niet als de leidende, bevrijdende macht in de moderne wereld. Nee, ik zou graag een privé kernoorlog beginnen tegen Amerika. Absoluut. Het enige goede wat er vandaan komt nu eigenlijk is de rap. Een bepaalde soort rap. Dat is, Nee, toch meer moderne kunst, of niet? Ja, een paar individuen natuurlijk. In zo'n land word je dan ook wel heel scherp als je eenmaal echt inziet dat het daar niet deugt. Ja. Terug naar jouw werk, een aantal andere dingen die je gedaan hebt. Je hebt 5 Bernhards opgevoerd, Thomas Bernhards. Ja. Thomas Bernhards is in een bepaalde. Ook als een destructief figuur, hè? Ook als een destructief figuur. Maar een homeopaat. Met name door de Oostenrijkse antifascist, getekend door de oorlog. Mm-hmm. Waarom hij? Waarom Thomas Bernhards? Nou, Thomas Bernhard is iemand die ook heel destructief is, maar vanuit een soort homeopathisch principe. Dus iemand die eigenlijk vanuit een enorme vitaliteit en levenslust schrijft, maar ziet dat daar in de wereld niet zoveel plek voor is. Ja. Als je gewoon maatschappelijk kijkt. Dus de hele maatschappelijke structuur is gericht op het doden van leven. Want alles moet geregeld worden en het gaat alleen maar om geld dus. Het gaat echt alleen maar om geld. En alles moet gehoorzamen aan de macht van het geld. En dat wordt natuurlijk allemaal weer mooi weggewerkt met religie of met politiek of met humanisme of dit of dat. En
vooruitgang en noem maar op. Mm. En Bernard heeft gewoon steeds, als een ware mensenhater, heeft hij extreem verwoord wat er niet klopt. En zo dat het weer komisch wordt. Dat je ziet hoe ironisch het bestaan is. Dus als een homeopaat doet, als je ziek bent, dan geeft de homeopaat je de giftige bestanddelen van die ziekte om je lichaam, dus om het verweer in je lichaam aan te wakkeren. Mm-hmm. Dingen die jij gedaan hebt, is de president. Mm-hmm. Dat was een puur toneelstuk, hè? Dat was echt helemaal toneel, zoals het hoort. Ja. Waarbij je eigenlijk misschien wel de meest succesvolle toneelproductie hebt gemaakt voor jezelf op dat moment. Maar ik heb ook het gevoel dat je daar het minst trots op bent. Nou, trots is nergens gepast. Je maakt iets omdat je het wil maken en dan... Ja. Nee, maar dat je je daar op die productie eigenlijk het minst voor staat. Dat is een productie die vrij succesvol is geweest. De actrice heeft zelfs daarvoor een prijs gehad destijds. Terwijl jij waarschijnlijk vindt dat je Hamlet... machine die maar door een paar mensen gezien is, voor jouw werk van veel groter belang is. Nee, dat is niet zo. Alles wat ik gedaan heb is voor mij van even groot belang. Mm. Anders zou ik het niet doen. Zou ik mijn tijd er niet aan besteden. En het is ook begrijpelijk natuurlijk dat iets wat meer op toneel lijkt zoals het gangbaar is, dat dan ook beter begrijpelijk is. Dan als je iets maakt wat daar dan weer van afwijkt. Ja. Als je nou een soort overzicht wil hebben van wat ik gedaan heb en nog steeds doe, dan heb je de lijn van de solo's. Ja. En daar vallen dan in het begin vooral de Hamlet-machines onder. Ja. En je hebt dan de enseneringen, dus waar ik dan meestal zelf buiten zit. Ja. Wat ik met die solo-lijn doe, is dat ik de afgelopen jaren een aantal theatrale lezingen heb gemaakt. Dus dat zijn dingen die zitten tussen een lezing en een performance en een theaterstuk in. Mm-hmm. En die heb ik nu gebundeld onder de naam Henry van Santen Namens. En dat noem ik een theatrale encyclopedie. Dus het zijn allemaal gewoon... Welke lezingen zijn dat? Nou, je hebt namens Müller, daar valt eigenlijk de Hamlet-machine onder. Ja. Je hebt namens Bernard, dat is zijn poëzie. Ja. Je hebt namens Messerschmidt. Dat is een lezing over Franz Xaver Messerschmidt, de beeldhouwer uit 18e eeuw. Ja. Er is een namens Weininger, geslacht of karakter heet dat. Ja. Dat gaat over zijn boek Geslacht en Karakter, waarin die het man-vrouw vraagstuk belicht en dergelijke. Nee, daar komt het t-shirtje van. Ja, dat is van. Daar het t-shirt van. Het cryptomatriarchaat moet dood leven, het matriarchaat. Wat is het cryptomatriarchaat? Dat is waar wij nu in leven. Dus wij leven zogenaamd in een patriarchaat, maar eigenlijk is het een matriarchaat, een crypto, een verborgen matriarchaat. En ik stond als voorzitter van de vrouwenbescherming in het stuk voordat wij een daadwerkelijk matriarchaat zouden stichten. En dat is een mening waar ik ook privé achter sta.
Want? Of we dan gelukkiger zullen zijn, weet ik niet. Maar nou, het zou een interessante samenleving zijn die minder gewelddadig is. Dat weet ik niet. Misschien wel wat gewelddadiger. Maar waarom zouden we moeten overgaan tot een matriarchaat? Zelfs de feministische beweging roept dat niet. Nee, maar dat is omdat ze daar de lui voor zijn, denk ik. Nou, ik denk dat het interessant is om, om de zaak om te keren. Om te zien wat er gebeurt. Kijk, naar mijn mening hebben de vrouwen sowieso al psychologisch gezien de macht. Mm-hmm. In eerste plaats al omdat ze ons fysiek op de wereld brengen en ons in de eerste jaren opleiden voor het leven. Dus het lijkt me interessant om niet meer die discussie te hebben van die mannen onderdrukken ons en die hebben alleen maar de macht. Maar laat ze het gewoon omkeren. Dus, verandering, hè? Ja. Verandering doet leven. Verandering doet leven. Nou, dat. goed. Namens Weiningen. Weiningen was een extreme seksist. Althans, volgens de vrouwenbeweging. Hoe slecht hun karakter ligt, erg slecht daar bij feministen. Maar niettemin heb jij dat opgevoerd. In een kritische notie, of niet? Ik ga nooit zo op de mening van anderen af. Hè? Maar, dat boek lag heel snel bij de slechte al. En ik heb het gekocht en gelezen. En hij begint te zeggen, nou, ik wil een. Ik wil voor mijzelf nu het vraagstuk man-vrouw definitief oplossen. Ja. En dat kan ik doen door over mijn ervaringen op dat gebied te praten. En hij was 20. En ik kan al die anekdotes bij elkaar leggen en dan aan de hand daarvan een soort analyse maken. Maar hij zei, dat lijkt me niet handig. Ik wil het wiskundig aanpakken. Dus ik neem als uitgangspunt het absoluut mannelijke en het absoluut vrouwelijke. En dan zegt hij voor ons, dat is niet iets wat in één persoon zit. Het is niet zo dat de vrouw dus absoluut vrouwelijk is en de man absoluut mannelijk. Maar in één persoon zit altijd A en B. Het absoluut mannelijke en het absoluut vrouwelijke zit in één persoon. Want het is absurd, zei hij, om op grond van het geslachtsdeel iemand in te delen. Ja. Dat is een heel revolutionair idee. Ja. En hij zegt gelijk, ik weet nu al dat ik daar ruzie over ga krijgen. Maar hoe zou een idee over de werkelijkheid kunnen schaden? Mm-hmm. Dus waar zijn we bang voor? En vervolgens begint hij dus een heel boek te schrijven. En daar komen hele onvriendelijke opmerkingen tegen Joden in, maar hij was zelf Jood. En tegen vrouwen, maar ook tegen mannen. En het is gewoon een enorme redenering, een hele zuiver zoeken naar van wat is dat dan? En hij eindigt met een hele vrouwvriendelijke opmerking. Hij zegt, als de vrouw zich wil bevrijden, dan moet ze zich bevrijden van de opvoeding door de vrouw. Ja. Dat is zijn conclusie. En vervolgens gaat hij op reis, als hij het boek af heeft, schiet zichzelf een kogel door zijn kop. Want hij zegt, ik ben mislukt als filosoof. En het boek wordt dan heel erg populair bij bakvissen. Na zijn dood. Dus meisjes van 16, 17 lezen dat boek met rode oortjes. Dus het is ook weer vol ironie natuurlijk. Hmm. Weininger namens Dalí. Dalí is ook nog een. Ja, dat is de laatste voorstelling die je gaat. Of een van de laatste voorstellingen. Dat is de laatste aflevering geweest. Daarvoor is het Nietzsche. Ja. Dus wat mij. Dat is bij Nietzsche ook het geval. Nietzsche zegt ook steeds van ja, als je dus de werkelijkheid wil begrijpen, dan moet je eigenlijk, zoals er dus officieel over de werkelijkheid wordt gepraat, moet je omkeren. En dan weet je hoe het in elkaar zit. Dus vandaar ook die destructiedrang en die ironiedrang. Gewoon om te zeggen, oké, je zegt nou wel, maar eens even kijken of ik dat nou ook vind. Oh ja, dat is zo, oh, grappig. Of hé, hey, waarom wordt hierover gelogen? Waarom moet dit iets anders zijn dan het is? Maar dat is iets wat mij altijd irriteert in alles. Gewoon in mijn dagelijks leven en in gewoon contact met werk, is dat het lijkt wel alsof de werkelijkheid, en dan doe ik niet daarmee een discussie op te voeren van ja, maar de werkelijkheid bestaat dat dan, zoals de waarheid. Gewoon de concrete situatie waarin wij zitten, namelijk lichamen met bewustzijn en herinnering en kennis en noem maar op. Gewoon op een aarde met zwaartekracht en dingen die bewegen en dingen die veranderen constant. Dat, die werkelijkheid, daar wordt er bijna een soort taboe van gemaakt. Dus je moet over de realiteit alleen in de officiële, sociaal aanvaarde codes praten. En dat vind ik dus verstikkend. En daar wil ik in mijn werk alles aan doen om dat gewoon voor mijzelf, om een soort cocon van frisse lucht te maken. Dan denk ik de zin even kwijt. Maar goed, dus mijn werk is erop gericht voor mijzelf gewoon een leefbare ruimte te maken waarbinnen ik niet meer last heb van die code. Wip is in. Daar moet je naar.
naartoe komen. Aan de Korte Kampenstraat 21 in Zwolle. Daar wachten Petra, Margriet, Esther, Anja, Wendy en Claudia op jou. Hier kom je in een Eldorado binnen. En alle meisjes zijn erg gewillig en sexy. Dus op naar de Korte Kampenstraat 21 in Zwolle. Je zult hier beslist geen centje spijt van hebben. Groetjes van ons allemaal. Dag! Het ging over Weiningen. Mijn naam is Tom. Dat leidt een beetje vast. Volgens enquête is de meerderheid de aanwezigen van mening dat de vrouw onderdrukt wordt. En dat we hetzij een schijnpatriarchaat of een cryptomatriarchaat leven. Mag ik even melden? Ik zal even voor de duidelijkheid proberen een indruk te geven van de structuur van het boek. Dat doe ik aan de hand van de inhoudsopgave. Ik lees even de hoofdstuknamen of titels voor. Dan kun je horen hoe die dat heeft opgebouwd. Je hebt twee delen. Deel 1, biologisch gedeelte, zoals ik al eerder zei. En deel 2, een meer filosofisch gedeelte. En dat is een stuk dikker. Hier komt die. Dit is deel 1, dit is deel 2. En dit zijn allemaal voetnoten. Hij was een ijverig lezer natuurlijk, als ik zijn 23e zoveel gelezen had wat hij hier aanhaalt. Maar hij was ook heel open, hij wilde al die kennis doorspelen. Dus hij geeft overal van aan waar hij het vandaan heeft. En bij vertaalde citaten geeft hij ook nog de originele tekst. Het overkwam mij bij Xantippe, of waar het was, bij die feministenboekhandel. Ik ging daar naartoe. Ik zei, ik maak een stuk over Weiningen. Dat is dan het grootste vrouwenhatersboek aller tijden. Ja. Heeft u ook zo'n boek van een vrouw over mannen? Die vrouw werd helemaal hysterisch dat ik over Weiningen begon. Haalde daar gelijk Hitler bij. Ik zeg, heeft u het boek gelezen? Nee. Ik zeg, nou, waar heeft u het dan over? Is het een boek over mannen? Nee, dat doen wij niet. Nee, nee. Dus toen dacht ik, ja, dat is dus volstrekt debiel. Want je moet gewoon durven kijken. Ja. En als je kijkt, dan is het niets bedreigend meer. Behalve als iemand een mens voor je neus staat. Ja, ja. Lees jij bij voorkeur boeken die taboe zijn? Nee. Of boeken die... Nee, maar het is wel een goede indicatie. Als iets taboe is, dan wil het zeggen dat er toch behoorlijk confronterende dingen in staan. Ah. Voorbeeld van zijn omkeer is Dalí ook. Ik heb dus met Lise Marcus een stuk gemaakt over de verhouding tussen Dalí en Gala, zijn vrouw. Ja. En die past heel goed in die theatraalscopedie, omdat het ook weer een ironisch geval is. En dat is gedeeltelijk zijn eigen schuld, omdat hij zich gepresenteerd heeft met enorm veel, ja, een enorm grotesk figuur van zichzelf heeft gemaakt. Ja. En ook zelf al zei van het enige verschil tussen Dalí en een gek is dat Dalí niet gek is. Ja. Dus hij anticipeerde op, oké, genie is gek, kunstenaar gek, goed, dan ga ik wel gek doen. Maar in wezen is het een heel intelligent man. Een metafysicus, dat mag volgens het Van Dalen niet gezegd worden, maar ik gebruik het woord maar even. Die dus in zijn schrifturen uitermate belangwekkende dingen zegt. En ik heb dus in Gala en Dalí hebben we ons helemaal gericht op de verhouding tussen Dalí en zijn vrouw. En ik had behoefte om ook zijn schrijven en zijn denken uit te dragen, of in ieder geval hoorbaar en zichtbaar te maken. Dus hij is later in de Ansloop die terechtgekomen. Ja. Andere figuur die jij gecreëerd hebt, is een toch wel bijzonder illustere figuur, O Sample Mind. O Sample Mind, ja. Ja, de werelds oudste popster. Ja, ja, in een rolstoel. En daar heb je ook een aantal cd's meegemaakt. Zijn 7 cd's zijn geloof ik niet allemaal van Sample Mind, maar 2 zijn van Sample Mind, als het goed zijn. Er zijn 3 van Sample Mind. Ja, ja. Misschien 1 laten we even zien aan de camera. Hè. Wat is het karakter van die Sample Mind? Waarom zo'n rare figuur? En wat is zijn karakter, zou ik maar zeggen? Nou, ik werd met een vriend samen, Wink van Kempen, de performance festival organisator, fotograaf, ja, gevraagd om mee te doen aan een avond in Wien. Dat was zo'n door Mojo Concerts georganiseerd
gebeuren. We werden gevraagd om daar iets theatraals te doen. Ah. En toen dacht ik, ja, kijk, met theater kun je alles overrulen natuurlijk. Ah. Kijk, als je de werelds oudste popster bent, ah, dan is alles wat daarna komt natuurlijk wel leuk, maar dan ben je toch de oudste. Ah. Dus, dat is ook weer ironie natuurlijk. Hè? De invalide oude man die toch nog de oudste popster ter wereld is. Ah. En, het was ook aanleiding om vanuit een fictieve figuur muziek te maken. Ja. Snap je? Dus dat je ook daar weer de dingen door elkaar laat lopen. Niet een serieus popgroepje die muziek maakt, ja, waar ik overigens nu ook weer mee bezig ben, maar, dus, maar een denkbeeldig figuur die muziek maakt. Maar ja, omdat die muziek echt is, wordt het dus steeds moeilijker om te bepalen waar nou de werkelijkheid begint en de werkelijkheid ophoudt. Ja, Simple Minds spreekt op een bepaalde manier. Hij spreekt Engels. Engels, ja. Het is een Engelsman. Ja. En hij houdt er bepaalde theorieën over de wereld op na. Ja, zeker. Zijn heel dat extreem. De theorieën van Henry van Zanten? Nee, Simple Minds. Simple Minds. Maar hij zei bijvoorbeeld van, the only way to approve the masses is to destroy them. Ja. Dus hij is een heel actuele denker, ja, enigszins elitair, zullen we maar zeggen. Ja. Waar is en hij op geïnspireerd? Is er een bepaalde denker geïnspireerd? Hij is geïnspireerd op die Bernard-figuren, ja, ja, die oude kankeraars in die rolstoelen. Daar komt hij eigenlijk uit voort. Ja. Maar Elisabeth II is dit zo'n figuur. Ja, van dat is Herrnstein, ja, ja. Ja. In een stuk, ja, van Bernard waar dan. Ja. Zo'n figuur. Maar zoals hier, dat is ook weer zo'n voorbeeld dat dus bij mij alles gewoon door elkaar loopt. Ja. Snap je? Dus dat ik niet zeg, denk nu ga ik beeldkunst doen en nu ga ik dat doen. Ja. Maar, je creëert zo'n figuur. Ja, die komt, dat ontstaat spontaan. Ik heb Bernard, ja, gespeeld, ik wil commentaar op de popmuziek geven. Dus dan zeg ik, dat is World's Oldest Popstar. En dan heb ik die Bernard figuur al. Ja. Dus ik wist hem Engels laten spreken. Ja. En dan is hij er. En je zingt op een bepaald moment met diezelfde stem. Ja, hij zingt een beetje. Hij is meer aan het praten. Dus die eerste cd, dat zijn een soort rare disco-hoorspelen. Dus die oude man hoor je gewoon door die muziek heen spreken. Ja. En Simple Mind is het samplen van muziek? Nou, de naam, ja, geeft ook een idee over het denken aan. Dus dat je namelijk samplet. Ja. Het hele denken is samplen. Je krijgt informatie binnen, ja, en dat leg je vast als code bijna. Dus dat is ook toch weer als code. Ja. Dus je maakt iets mee, je raakt als kind voor het eerst vuur aan. Oh, nou oké, dan weet je voor goed van dit is vuur, doet zin. Ja, heb je in je mind gesampled, bedoel, ja, je? Dus eigenlijk is alles, is eigenlijk het hele proces is samplen. Ja. Dus, en muziek maken is het manipuleren van al die dingen die gesampled zijn. Ja, nou, ik heb deze gemaakt met Jan-Willem van Mook samen, dus een componist die dan met de apparatuur om kan gaan. Ja. En samen werken we dan conceptueel aan zo'n compositie. Ja. En de naam is natuurlijk ook dat hij, daarmee is hij ook de absolute popster. Snap je? Omdat hij dus eigenlijk een grote sample is van alles wat er geweest is. Ja, na hem, snap je? Ja. Het is een heel megalomaan karakter. Hij heeft de hele eeuw en een deel van alles, de vorige eeuw. Ja, en dan staat hij achterop ook van, do you still live in the 20th century? Then don't listen to O Sample Mind. Dat is ook nog muziek voor de toekomst. Maar het leukste is eigenlijk dit project geweest. Sample Minds, ja, Suggestions for a European Anthem. Ja, dat is eigenlijk, ik heb ooit die cd van jou gekregen en daar staan dan hele verschillende bewerkingen in van, laat ik zeggen, Europese volksliederen. Kijk. Dit is een goede illustratie van hoe ik dan probeer om theater zo concreet mogelijk te maken. En ook dus die overgang tussen fictie en werkelijkheid, om die dus ongrijpbaar te maken. Ik had de eer om een avond in de grote zaal van de Schouwburg in Amsterdam te organiseren van de uitkoopsom. En het was net het jaar 93 dat wij dus die Europese eenwording tussen aanstekers hadden gehad. En toen dacht ik, dat moet gevierd worden. Ja. En zoals Simple Mind ook in het voorwoord zegt, kijk, als we één willen worden, moeten we ook één lied hebben wat we met z'n allen kunnen zingen. Dus Simple Mind heeft een aantal jongere collega's gevraagd, een aantal componisten, waaronder mijzelf,
om daar suggesties voor te componeren. Dus deze cd bevat iets van 22 versies, waarin gewoon een suggestie wordt gedaan van dit zou eventueel het Europese volkslied kunnen worden. Ja. Een aantal versies zijn gezongen door mevrouw Quecksilber. Er is een Indiase versie door een echte Indiase zanger met ensemble. En Sample Mind introduceerde die avond, die presenteerde die avond. Ja. In zijn rolstoel. In zijn rolstoel. Dus ik zat daar in mijn rolstoel met roze geschminkte benen in hoog-Engelse zaken aan elkaar te praten. En die echte optredens waren met die echte composities. En het is de enige keer dat ik de eer heb gehad dat de echte complete kunstpers aanwezig was. Van alle kranten zaten er. Maar er heeft hij niet één geschreven. Waarom niet? Omdat ze niet wisten te plaatsen. Het was geen concert en het was geen toneelstuk. En dat vond ik erg geslaagd gebeuren daarvoor. dat je op een gebied gaat zitten waar vanuit code geen grip meer op is. Nou, dan denk ik van dat vind ik lekker. Ja. Daar gaat het me ook om. Dus dat je die ruimte creëert waar het gewoon is van ja, dan moet je het zelf maar uitzoeken. Ja. De pers, heb jij sowieso een wat vreemde relatie mee in je boek. Wat aardig is, in je boek neem je een aantal persreacties op. En je voegt daar schaamteloos niet alleen de goede, maar ook de slechte of zeer slechte reacties bij. Mensen die zich nogal gestoord hebben aan jouw werk. Wat denk je van de pers? Hoe reageer je daarover? Ja, op de theaterkritiek dan met name. Ja. Of de kunstkritiek. Ik wil eigenlijk even iets pakken dan. Hmm? Theaterkritiek. Nou kijk, weet je, wat ik jammer vind aan toneel, gewoon als medium, is dat het heel veel energie kost. Dat het er even is, vervolgens de weg. Ja. Dus het enige is de herinnering in de hoofden van de mensen die zijn geweest. Ja. Dat zijn er niet zoveel in Nederland meestal. Dat is nog het leukste gedeelte. Dan heb je de theatergeschiedenis, wordt eigenlijk geschreven door de recensenten. Want dat is eigenlijk het enige wat er overblijft op papier. Ja. En die vind ik in Nederland bijna per definitie incompetent. Omdat zij veel te privé-inspectief zijn en veel te muizige ideeën hebben over toneel. Dat is een algemeen gedrag in Nederland. Naar mijn oordeel is het zo dat mensen niet komen kijken naar theater om iets te beleven, maar om iets te beoordelen. Ja. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik voor een examencommissie speel. Hm. En daarom hou ik er erg van om mijn publiek gewoon te provoceren. Ik heb bij de hem misschien wel eens iemand de deur uitgestuurd. En die is het half jaar later aan kanker overleden. Niet door mijn schuld. Ja, maar ik zat dus die hem misschien te spelen en opeens ik zie die man daar zitten en denk van, die is niet gelukkig. En ik ben geen aapje. Dus ik ga naar hem toe, ik zeg, meneer, kunt u het niet? U bent niet helemaal gelukkig. Ik geloof de verkeerde avond, hè? Ik zeg, en ik bedrijf geen therapie, dus gaat u gerust weg. Dat wilde hij niet. Toen zei ik, wacht, ging naar mijn kleedkamer toe, haalde het tientje tevoorschijn en zei, hier, heb je geld terug? Nog niet. En toen ben ik wel doorgespeeld. Na 10 minuten liep die vloekend en scheldend weg. Dus het is open communicatie. Als je dus naar een soort stamidee brengt, het is gewoon een van de inboelingen die gaat in de kring staan en zegt van, hé jongens, kijk eens. Zo kan het volgens mij. En dan is het toch wel de bedoeling dat er enige communicatie is. Mm-hmm. Maar goed, dus Nederlands theatercultuur is muizig. Kijk hoe die doet. Ja. Dat is niet iedereen, maar gewoon de teneur. Nou, die is bij de recensenten extreem het geval. Dat je denkt van ja jongens, maar zit dat ook niet bij een groot deel van de makers zelf? Dat ze voortdurend het gevoel geven op rapporten zijn, voor de examencommissie te moeten verschijnen. En ligt het ook niet in het systeem waar het voortdurend gaat, krijg ik de volgende keer geld of niet? En, als het me ja, nee, dat is duidelijk. Ja. Ik ben nu met een performance stuk bezig samen met een beeldende kunstenares, danseres, Milena Weher. Ja. En dat stuk heet een No Product. En daarin ga ik gewoon dit gevoel wat ik heb over theater, dus het feit dat de directe communicatie er niet is. Mm-hmm. En dat het vaak over een soort, ook weer een codetransactie gaat. Hè? Ik doe een code, hoe goed doe ik die code? En vind je het leuk die code? Mm-hmm. Dat ga ik daar extreem in aanpakken. Nee, ik werd een extreem beledigd zogenaamd door Max Arjan. Of was het weer Kester Frerix? Nee, ik was aan dit boek bezig en toen kwam dit in de krant staan. Nee, als het hier
het enfant terrible van het Nederlands theater aan het werk is. Nee, sorry. Nee, als hier het enfant terrible van het Nederlands theater aan het werk is, zoals Henry van Zanten te boek staat, dan geef ik geen cent meer voor dat woord. Dus heb ik gelijk achter het boek gezet en het eerste exemplaar gesigneerd naar hem opgestuurd. Dat was gewoon weer Frederiks of zo. Nee, maar de heer Arjan, maar daarom, ik vind vaak de meest negatieve recensies, die zijn erg boeiend. Ja. Ik deed een week, Henry van Zanten brengt een nieuw amusement in Rotterdam. Mm. En er is maar één avond in geweest, de eerste avond. Zo'n totaal ongelukkig mens die in de krant mag schrijven. Ik schreef een stukje waarin die mij dacht totaal kapot te maken. Hij gebruikte mijn naam 15 keer in een stukje. Dat is een hele goede Van Zanten kraam, had hij ook nog als leuke grap. Mm. En het bleek, wat nou bleek, zijn negatieve analyse van wat ik aan het doen was, bleek dus precies hetgeen wat ik beoogde. Mm. En als je dat zo las, dacht je van, dat lijkt me wel leuk om te zien. Dus eigenlijk is negatieve reclame nog beter dan positieve. Want die komt meestal voor uit een groot misverstand. Nou, ik zoek even, of misschien kan ik hem niet zo gauw vinden, te kijken. Ah, ja. Dit zijn wellicht om even toe te lichten. Ja, nee, de heer, jij hebt een, Max Arjan heet hij toch, hè? Ja. Die schreef aan aanleiding van de Hamletmachine, stupide of geniaal? Acht hij zijn publiek intelligenter dan ik hem? Lees hem even. Die vind ik echt goed. Stupide of geniaal, acht hij zijn publiek intelligenter dan ik hem? Wat zou je nou bedoelen? Dus als ik mijn publiek intelligenter acht dan hij mij, ja, dan is hij dus nog stommer dan ik. Dat is wat hij zegt. Het is een, toch? Het is een moeilijk zin, ja. Is dat wat hij zegt dan? Dus ja, goed, afgaan. Maar goed, dus hij, als je dan die mensen tegenkomt, er zit een soort twijfel in of je nu stupide bent of geniaal. Nou goed, dat is de. Maar hij houdt het voorlopig op het eerste, gezien het feit dat hij, dat hij toch niet geheel overtuigd is. Dit is overigens, even als toelichting, jouw cultural survival kit. Je krijgt niet zo vaak de kans om over die mensen te praten. Het is een beetje te veel eer, maar ik wil nog een voorbeeld geven. Zal ik de naam erbij noemen? Ja, nee. Marijn van de Jacht zag Messerschmidt en vond dat helemaal niks. Ja. Vervolgens kom ik er beneden tegen in de hal, hier beneden, voor een voorstelling. Ja. En zij kijkt mij wanhopig aan en zei, heb je gelezen wat ik geschreven heb? En begon ze eigenlijk half te verontschuldigen. Toen dacht ik, ja, wat is het nou? Heb je nou een mening of niet? Ja. Vervolgens komt er een stukje in de Groene Amsterdammer waarin zij zich verontschuldigt voor een aantal voorstellingen die zij dan onjuist achteraf beoordeeld heeft. Onder andere die van jou? En dan denk ik, ja. Onder andere die van jou? Of allemaal voorstellingen van jou? Nee, van onder andere Messerschmidt enzovoort. Ja. Dus dan denk ik van, het zijn gewoon geen volwaardige gesprekspartners. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, iemand heeft een opinie, die verveelt zich dood, die vindt het helemaal niks, die schrijft dat op en later komt hij erachter dat hij zich misschien vergist heeft en is zo eerlijk om dat toe te geven en dat zelfs in de krant te schrijven. Nou, dat is toch. Hoe kun jij nou achteraf opeens bedenken dat je het dan toch wel goed vindt? Nou, je zou je kunnen voorstellen dat later pas doordringt en bij controversiële kunstenaars zoals jij is dat natuurlijk wel een probleem. Er is ook incubatietijd nodig. Dat je op in de ervaring denkt, hè, dat is een ervaring die ik bij Pessoa, de zeevader van Pessoa ook had. Ja. Dat was die voorstelling midden in de nacht in de Warmoestraat. Ja. Dat was natuurlijk een slaapverwekkende bijeenkomst. In de eerste plaats, toen ik binnenkwam, sliep ik al bijna. Toen moest ik anderhalf uur, twee uur zitten. Maar dan heb je gewoon niet voorbereid. Op zichzelf gerust moeten komen. Nee, maar op zichzelf een mooi beeld en een aardige tekst. Slaapverwekkend geanceneerd. Maar aan de andere kant denk ik, na 5 jaar is dat ondertussen. Nou, ik weet de ervaring. Nee, maar ik heb de ervaring nog steeds. Ja. En 100 andere toneelvoorstellingen ben ik praktisch vergeten. Ja. Dat moet ik wel vaststellen. Iemand die zulke extreme performances doet als jij, die eist veel van het publiek en weigert om te voldoen aan de theatercodes. Kan het heel goed overigens hoor, als ik wil me aanpassen. Ja, in de president schijn je dat dan redelijk gedaan te hebben bijvoorbeeld. Dus het is echt een keuze. Ik wil gewoon af en toe wel. Maar als we even terug gaan. Dus wat ik zei. Dus eigenlijk wordt het theater gezien geschreven door recensies. Ja. Als je vraagt wat mijn opinie daarover. Over de, hè, dus hoe dat gepleegd wordt in Nederland. Ik vind het allemaal veel te subjectief.
Ik vind dat je, als je toneel beoordeelt, ja, voor een krant, dan heb je meer, ja, dan alleen de taak, ja, voor jezelf te spreken. Ja. Dan moet je, ja, gewoon heel vakmatig kijken. Ja. Dan moet je heel goed weten te scheiden tussen je smaak, ja, en wat er gebeurt. Dan moet je kijken naar wat er gebeurt, ja, en daar moet je iets over zeggen. Ja. En dat gebeurt veel, mensen vinden zichzelf veel te belangrijk. Ja. Jij zou vinden dat men moet beschrijven wat er gebeurt, het in de context plaatsen van bijvoorbeeld, ja, andere voorstellingen, ja, de ontwikkeling van de maker. Precies. En het oordeel, precies, ja, goed of niet goed, ja, moet dan wat naar de achtergrond. Ja. Ja. Omdat ook dat vaak moeilijk te trekken is. Maar kijk, het probleem is, wat je dan van recensenten terughoort, is ja, maar mijn publiek wil dat ik gewoon roep goed, minder goed, zeer goed of slecht. Want dan hebben zij vast een mening als ze binnenkomen. Dan weet het publiek waar ze op af kan gaan. Maar goed, dan zou je zeggen, ja, dan kun je ook gewoon iedere week een rapportcijferlijstje in je krant opnemen. Ja. Maar dat vindt men dan als idee waarschijnlijk te radicaal. Ja, dat zou te expliciet zijn wat er eigenlijk aan de hand is in Nederland. Nederland is natuurlijk door een land waarin juist ontweken wordt wat er nou aan de hand is. Ja. We doen alsof het niet zo is, maar het is wel zo. En dus, dan gaan we het daarover. Vind je dat over een specifiek Nederlands iets? Wel? Nou, ik denk dat in Nederland het wel extreem aan de hand is dat men niet zegt wat men denkt. Ja. Kijk maar in de politiek. Ja. Ik heb ooit de Anticonsensusbond opgericht. Ja. Dat is de enige bond die je kunt steunen door er geen lid van te worden. Nee, het is alleen het affiche, het is ook maar als elkaar, maar dat is genoeg zo, hè? Ja? Ja. Dus kijk, het consensus, dat is dus de kanker van Nederland met een C. Ja. Gewoon de consensus. En dat is allemaal heel slim. Het is eigenlijk alleen maar kruideniersdenken. Want als je met iemand ruzie hebt, komt hij geen boterkaas en eieren bij je kopen. Dus je gaat met niemand ruzie maken. Of je geen subsidie verlenen, bijvoorbeeld. Of je geen subsidie verlenen. Of je laten spelen in zijn theater. Precies. Dus je moet. Conflictvermijding staat, ja, hoog in het vaandel van Nederland. Ja. Sample 9. It's time now to sing your hit. Your Super World hit, the world oldest pop star sample bank. I can get no milk today, my love has gone away. Let it be, let it be. Jij hebt ook een eigen instituut, een kunstinstituut opgericht. Instituut voor Surrealisme. Ja. Wat is dat? Het Instituut voor Surrealisme stelt zich ten doel om het surrealisme te verbreiden. En ja, doet dat via het verstrekken van opdrachten. Ja. Het maken van tentoonstellingen, het steunen van kunstprojecten, ook theaterprojecten, ja, en drukwerk en dergelijke. En het surrealisme kun je in het kort omschrijven als de kunst van het waarnemen. Dus waar ik het eerst al eerder over heb gehad, van mijn irritatie over het feit dat de werkelijkheid een soort taboe geworden is, omdat er vanuit de code moet worden gekeken. En daar is Nietzsche ook al mee bezig en zijn natuurlijk veel geestelijke voorvaderen mee bezig geweest. Met het surrealisme beoog ik dat te bestrijden door dus de kunst van het waarnemen te propageren. Ja, het doet mij natuurlijk een beetje denken aan surrealisme. Ja, daar is het ook duidelijk een antwoord op, zullen we zeggen. Ja. Het surrealisme staat voor het weergeven van werkelijkheid plus nog eens de droomwereld en het onderbewuste, ja, hè, wat dat ook mogen zijn. Ja. Dus het is eigenlijk meer van de werkelijkheid afwijken, bij wijze van spreken. Ja. Hoewel ik vind dat de enige echte surrealist, namelijk Dalí, ja, verder gaat. Die laat met zijn kunst zien, ja, dat de wereld niet vorm is,
maar verandering. Ja. En dat alles eigenlijk permanente metamorfose is en een verwijzing naar iets anders. Maar surrealisme, laat ik zeggen, refereert naar een werkelijkheid, een droomwerkelijkheid. En surrealisme refereert terug naar de waarneming van concrete werkelijkheid. De concrete werkelijkheid. Dus surrealisme is meer interpretatie. Hè? Ja. Dus meer interpretatie van wat er gebeurt, ja. Wat er is. Sur betekent onder. Ja, dus daarom het is, gaat over dat als je naar de realiteit kijkt, dat je er eigenlijk achter moet kijken. Ja. Is die opvatting jouw belangrijkste opvatting in het uitwerken van je beeldende kunst, of niet? Ja, ik ben eigenlijk altijd bezig met het onderzoeken van functioneren en het laten zien van hoe dingen werken. Ja. Maar er zijn ook vaak hele theatrale varianten. Dus ik heb ooit echt geëxposeerd in de gang van het station van Rotterdam, Centraal Station. Er waren 4 vitrines. En daar heb ik onder andere de devolutie van het collectief bewustzijn tentoongesteld. Dat waren breinen die ik gemaakt had van kauwgom. En het grappige was, dat was ook heel surrealistisch, dat ik had dus een levensgroot brein gemaakt van kauwgom en dat ging verkleuren en op een gegeven moment was het heel organisch geworden. Uh-huh. Het was zelfs zo dat er dus een soort adertjes van, dat werd grijs, uh-huh, die kauwgom, maar er waren adertjes roze in. En mensen konden ook niet zien dat het van kauwgom was. Dat was dus een theatraal statement dat ik vind dat het bewustzijn bij de mensen op het ogenblik erg veel op het brein erg veel op kauwgom gaat lijken. Mm-hmm. En kneedbaar en ook het herkauwen van voorgekauwde ideeën weer. Mm-hmm. Dingen die voor jou nog op het programma staan, wat zijn dingen die je nog zou willen? Op het ogenblik ben ik heel veel met muziek bezig. Ja. Ik ben begonnen als dichter toen de tijd. Ja. Ben toneel geschreven, toneel gespeeld, beeldende kunst gaan bedrijven. Ja. Op een gegeven moment zijn al die dingen parallel gegaan, muziek gaan maken. En waar ik nu naar streef is het combineren van zang en poëzie. Want ik merk dat muziek, dus de taal, dus moeilijke taal, zoals poëzie, toegankelijk maakt. Omdat op een manier je het rationele bruggetje vermijdt en het via een omweg direct naar binnen komt. Dus uiteindelijk, wow, uiteindelijk eindig ik als popster. Ja? Absoluut, ja. Is muziek het begin en het eind voor jou? Ja. Je gaat ook door in het theater, hier. Ik wissel niet af, maar ik schuif gewoon parallel steeds weer een stukje in een bepaald gebied op. Ja. De groep heet De Gasten Komen. De Gasten Komen. Waarom De Gasten Komen? Omdat het is een formulering van wat ik verwacht wat er in theater gebeurt. Namelijk niet dat je beoordeeld wordt, maar dat er een verlangen is om te zien, om echt te zien wat je doet. Dat er nieuwsgierigheid is naar wat iemand die daar gaat staan te zeggen heeft. En dus wij zijn de gasten en wij worden ontvangen door het publiek. Dat is een van de interpretaties. Dus dat is een verantwoordelijkheid aan het publiek geven. Ik ben niet een aapje die iets leuks doet. Dan kun je zeggen, nou, hij sprong wel leuk of hij sprong niet zo leuk. Maar dat betekent dus dat jij niet het publiek ontvangt. En ook een uur lang of 2 uur bezig houdt. Maar eigenlijk probeert om de rollen om te draaien. En te zeggen, u bent het publiek en ik ben de gast. Precies. Maar je kunt natuurlijk allebei de kanten uitleggen. Maar dat die uitnodiging, die zit erin. Goed. Misschien moeten we daar dan op wachten totdat de gasten komen. Hartelijk dank voor dit gesprek.
action bij de dame bezig. Yeah, so funny, sure. Script and voices bij Paul Hanen. What have I got to do with that? Yes. I can hear that the music.